Hallo allemaal, Anne-Claire Mulman hier. Onze website is www.cwowi.eu, Church Without Walls International Europa, en we wonen in Nederland. Welkom, dit is alweer deel 12 over Huiskerk. Het vorige deel, deel 11, ben ik begonnen met iets te delen over gaven in Huiskerk. Je kan het terugvinden op Facebook en op YouTube. En daarvoor ben ik gegaan naar 1 Korintiërs 12. Ik zal even heel snel met jullie daartoe gaan en daarna wil ik met jullie gaan naar Romeinen 12. Goed, in 1 Korintiërs 12 zegt Paulus dat er verscheidenheid is in genadegaven. Dat is het woord charisma, die we wel de charismatische gaven noemen. Maar zegt hij, het is dezelfde geest. Verscheidenheid wil zeggen ze verschillen van elkaar. Dan is de verscheidenheid in bedieningen en dat is het woord diakonos, waar wij het woord diaken van hebben. En verscheidenheid is weer, ze verschillen van elkaar, de gaven. En dan zegt hij dus verscheidenheid in werkingen. En het woord werking is functies of energie wordt het ook wel. Sommige vertalingen noemen het ook energiegaven. Met andere woorden, iets wat je uit jezelf doet, wat je energie geeft, wat een deel van jouw natuur is. Natuurlijk zijn het gaven die God gegeven heeft, want hij zegt, het is dezelfde God die alles in allen werkt, maar aan ieder wordt een openbaring van de geest gegeven, het welzijn van allen. Dus al die dingen die ik straks ga benoemen, ook uit Romeinen 12, dat zijn allemaal openbaringen van de geest. Waarom? Tot welzijn van allen. En in vers 11 zegt hij in 1 Korintiërs 12, doch dit alles werkt één en dezelfde geest die in ieder in het bijzonder toedeelt zoals hij wil. Dus laten we eventjes gaan naar Romeinen 12. De vorige keer heb ik het gehad over de genadegaven, de charismatische gaven. Ik heb het even genoemd over de bedieningen die je kan vinden in Efeziërs 4. En dan gaan we nu eventjes naar Romeinen 12 over de laatste dingen die hij hier noemt. Verscheidenheid in werkingen of in functies. Die vind je dan in Romeinen 12. En dan ga ik met jullie even naar vers 4, waar staat, gelijk wij één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, dan heb je datzelfde woord weer, functies. Zo zijn wij, hoewel vele één lichaam en Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkaar. Dat maakt natuurlijk, makes sense, zeg je dan in het Engels. En wij hebben nu gaven die zich onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. Met andere woorden, die verschillen van elkaar. Iedere gave kan er anders uitzien. Ook een gave waar we straks tegen om gaven in dienen, die kan in ieder persoon zich anders openbaren, omdat die persoon anders is. Dan zegt hij vers 7, ik lees het eerst eventjes helemaal en dan ga ik terug en dan behandel ik ieder. Profetie naar gelang van ons geloof, wie dient in het dienen, wie onderwijst in het onderwijzen, wie vermaant in het vermanen, wie mededeelt in eenvoud, wie leiding geeft in ijver, wie barmhartigheid bewijst in blijmoedigheid. Denk je, wat bedoelt hij er allemaal? Nou, het is goed om verschillende Bijbelvertalingen daarbij te lezen en op te slaan, dat kan je in je eigen tijd doen. Maar hij zegt dus, we hebben gaven die zich onderscheiden, die verschillen van elkaar. Dan zegt hij, profetie naar gelang van ons geloof. Denk je, wat bedoelt hij daarmee? Nou, profetie, gewoon simpel profetie. Dus niet dat je een profeet bent, dat is heel wat anders. Maar gewoon profetie waar iedereen in kan functioneren. Volgens 1 Korintiërs 14 vers 2 is het opbouwend, is het bemoedigend, is het vertroostend. Dus als jij met iemand praat en ineens heb je een opbouwend woord en je voelt dat komt van boven, vanuit je geest, dan is dat eigenlijk profetie. Hij zegt, naar gelang van je geloof, mensen die profetisch zijn, laat ik het zo even zeggen, die daarin functioneren, die een deel van hun wezen is, mensen die profetisch zijn, die zijn vaak heel zwart-wit. Die zijn voor hunzelf ook vaak heel moeilijk, leggen hoge normen aan, maar diezelfde normen hebben ze ook voor andere mensen. Dus iets is goed of iets is fout. En misschien ken je die mensen wel. En dan moet je begrijpen dat dat een gave is, dat dat de manier is waarop zij in elkaar zitten, waarop God hun gemaakt heeft. En dan is het makkelijker om daarmee om te gaan. Wat bedoelt hij met naargelang ons geloof? En een andere vertaling geeft het zo aan, naargelang jouw invloedssfeer is. Want geloof heeft te maken natuurlijk met de genade die God jou geeft. Genade en geloof, die hebben met elkaar te maken. Dat is een ander onderwerp trouwens. Maar in jouw invloedssfeer, het veld wat jij hebt, daarin kan je dingen noemen en kan je dingen zeggen en kan je iemand vermanen of bemoedigen. Maar je kan niet iemand vermanen en bemoedigen of wat dan ook in een gebied waar je helemaal niets mee te maken hebt, wat jouw veld niet is, want dan krijg je problemen. We hebben dat wel eens gezien met mensen die we kennen, die dan vaak direct zien waar iets fout is in een bepaalde bediening of een bepaalde kerk of wat dan ook en dat dan direct gaan noemen.
En waarvan de leider zegt van nou, wie ben jij? Hè? Dat nemen we niet aan, want we kennen jou niet. Nee. En die mensen zijn dan gekwetst en gewond van nou, ik heb het beste voor. Ja, maar dat is niet jouw invloedssfeer. Op dat moment kun je daar niets over zeggen. Wat moet je dan wel doen? Als je het weet en je ziet bepaalde dingen, bid daarvoor. Hè? En vraag dat de Heer de ogen van hun hart opent. Of vraag dat hij mensen op een pad stuurt die wel ingang hebben in hun leven. Waarin het wel hun invloedssfeer is. Andere keer gaan we dat wat verder op in. Dan zegt hij dus, wie dient in het dienen en onderwijst in het onderwijzen. Dan zeg je, wat bedoelt hij daarmee? Een andere vertaling zegt, wacht, als je dient, wacht met dienen. En als je onderwijst, wacht met onderwijs. Met andere woorden, als je dient, je hoeft niet altijd. Kijk, iemand die een dienaar is, die houdt ervan om dingen te doen. Die houdt ervan om te helpen. Ja, als er gevraagd wordt, wie kan die en die helpen? Die steken onmiddellijk een hand op. En zeg maar, wacht daarmee. Het wil niet zeggen dat jij overal moet zijn en alles moet doen, want je put jezelf uit. Het wordt te vermoeien. Net zoals met onderwijzen of vertellen wat iemand wel of niet moet doen. En daar ben ik zelf ook een beetje schuldig aan. Wacht daarmee. Ja, ik heb gauw ook de neiging om als iemand iets verkeerd doet, om te zeggen van nou, je had het beter zus of zo kunnen doen. Of zou je het niet zus of zo kunnen doen. Of dat moet je zus of zo kunnen doen zelfs. Soms moet je daarmee wachten en even je mond houden. Dan is het niet altijd de goede tijd. Goed, dan zegt hij wie vermaant. En wij denken vermanen, nee, maar dat woordje vermanen is exhort in het Engels. Dat betekent bemoedigen. In het bemoedigen, daarmee moet je soms ook wachten. En je hoeft niet altijd, dat zijn mensen die heel graag verhalen vertellen, die heel graag vertellen over hoe het in hun leven was. Dus als iemand iets vertelt wat hij heeft meegemaakt, dan komt die ander ook in huis. Kijk, zie je dat juist, want dit wordt verteld tot mensen die in huizen samenkomen. Komt onmiddellijk met een verhaal hoe hij ook zoiets meegemaakt heeft enzovoort. En dat kan op een bepaald moment kan het goed zijn, maar soms kan het ook irritant zijn als je altijd ook jouw verhaal moet vertellen. Wacht daarmee. Ga leren, weet wanneer het de juiste tijd is om iets te zeggen. En wanneer het niet is, wanneer je beter je mond kan houden. Dan zegt hij, wie mededeelt, doe dat in eenvoud. Het mededelen, contribute, zegt de Engelse Bijbel. En dat heeft te maken met geven. Er zijn mensen die zijn een gever van zichzelf. Die houden ervan om te geven. En dat kan geld zijn, maar het kan ook andere dingen zijn. Hij zei, als je dat doet, doe het in eenvoud. De Engelse Bijbel zegt met simplicity. Met andere woorden, zonder bijbedoeling. Als je geeft, of zeker als je financieel gaat geven, ga niet geven om daarmee een bepaalde naam te hebben. Om daarmee bepaalde invloed te hebben van ik heb zoveel gegeven. Dus met andere woorden, nu heb ik ook zeggenschap daarin. Doe het zonder die strings attached, zeg je in het Engels. Zonder bijbedoeling. Als je geeft, geef vanuit je hart en zorg dat je met pure en zuivere motieven geeft. En dan staat er wie leiding geeft, doe dat in ijver, met diligence. Dat woord leiding geven, in het Engels staat super intense. Dus als je iets overziet. Ja, als je bijvoorbeeld leiding geeft aan van jij doet dit, jij doet dat, doe je met ijver. Zorg dat het wat jij denkt dat gedaan moet worden, ook goed gedaan moet worden. En dan wie barmhartigheid bewijst, doe dat in blijmoedigheid. Mensen die barmhartigheid bewijzen, zijn mensen mercy, zegt het. Hè? Mensen die heel gauw meeleven met iemand. Ja, als iemand ziek is of zich navoelt, zegt oh, wat verschrikkelijk is dat voor jou. En als je die mensen naar iemand toestuurt die een moeilijke tijd meemaken, dan kunnen ze zich helemaal meeleven. Maar hij zegt, doe dat met blijmoedigheid. Met andere woorden, laat je niet te veel meeslepen in de emoties. En ga niet mee in die diepe put met die andere persoon die je wil helpen. Maar zorg ervoor dat jij blijmoedig blijft. Dus hou jouw emoties gescheiden van degene met wie je helpt. Waarom is dat belangrijk dat we die gaven erkennen? Het zijn allemaal gaven van de Geest. Het zijn allemaal werkingen van de Heilige Geest door ons heen. He, voor een ieder staat het toch. En waarom is dat zo belangrijk dat je dat gaat onderkennen? Omdat je in een huis kijkt met verschillende mensen bij elkaar bent. En als je niet gaat begrijpen dat die ander anders in elkaar zit, dan kun je je aan elkaar gaan ergeren. In Galaten 2 vers 9, dat is een hele goede tekst. Paulus en Petrus, er waren heel verschillende mensen. Die gingen ook met elkaar om. Ze begrepen elkaar niet altijd, maar ze erkennen wel de gaven zoals ze geschapen waren en hoe God hen wilde gebruiken. En in Galaten 2 vers 9, of vers 8 staat eigenlijk, Petrus was een apostel voor de besnedenen, dus voor de Joden. En Paulus, hij zegt, God gaf mij de kracht om dat te zijn voor de heidenen, dus voor de niet-Joden. En toen zij de genade die mij geschonken was opmerkten, dus zij zagen die genade, dus die bemerkten dat,
reikt de Jacobus, Kevers en Johannes, die voor steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand. Met andere woorden, je kan samenwerken als je gaat zien dat iemand anders is, anders in elkaar zit. Ga je niet ergeren. Voor de iemand die mercy is, hè, barmhartig. Die kan zich soms stoten aan iemand die meer profetisch is, omdat die persoon die profetisch is heel vaak gauw zal zeggen, de neiging heeft om te zeggen, oh, dat die ziek is, ja, had hij maar niet zo dom moeten zijn, had hij maar wat meer rust moeten nemen. En iemand die de gave van onderwijs heeft of gauw iets een ander wil leren, die kan zeggen, ja, had hij inderdaad dat en dat beter kunnen doen of had hij dat niet anders kunnen aanpakken. En dan zal iemand die dan barmhartig is, die zal zeggen, oh, hoe kan je zo hard zijn, hoe kan je zo gemeen zijn, heb je dan geen, voel je dan niet met hem mee? En maar leer te zien dat we andere gaven hebben, dat we verschillen van elkaar en reik elkaar de broederhand. Heb elkaar lief. Zie wat de Heer in die persoon is, wat hij in die persoon gedaan heeft. Goed, wat wou ik nog meer erover zeggen? Nog even dit, die gaven functioneren omdat God ons wil gebruiken voor iemand anders. En dat moeten we goed weten, die gaven zijn er niet voor onszelf, die zijn bedoeld voor andere mensen. En als jij in die gaven werkt en God jou gebruikt, dat is geen goedkeuring voor jou als persoon. Het kan zijn dat jij in profetie kan werken of in onderwijs of wat voor gaven dan ook. Daarmee wil niet zeggen dat jij als persoon goedgekeurd bent. Het wil alleen zeggen dat God jou wil gebruiken voor die ander. Want God sprak zelfs in het Oude Testament door een ezel heen. Wauw, volgende keer verder daarmee. Tot dan.